Welkom bij een nieuwe aflevering van de wekelijkse podcast van Paul de Vries met de missie de online automotive beter maken. Dit doet Paul met de volgende partners met dezelfde missie: Marktplaats, Coldrip, Vindio, Used Car Controller en tweedehands.be. Hey, welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van onze podcast om de online automotive beter te maken. En ik heb er lang naar uit zitten te kijken. Ik heb hem al vaak gevraagd om eens een keer langs te komen. Boudewijn Finsom is hier vandaag te gast om samen met mij te praten over nieuwe mobiliteit, online, marketing. Hoe krijg je attentie voor een bepaald merk, maar ook hoe kies je formules? Hoe ga je met die elektrische auto's om? Ik zal er maar geen mening over geven. Of dat er over 5 jaar geen dealers meer zijn. Oftewel, we hebben heel veel te bespreken. Boudewijn, wat leuk dat je hier bent. Ja, dankjewel, Paul. En Boudewijn, voor de mensen die jou nog niet kennen, dan voornamelijk de jongeren onder ons, kun je wat eens meer vertellen over wie je bent, wat je hebt gedaan in de afgelopen 44 jaar, geloof ik? Klopt. Tot mijn verbazing 44 jaar. Ik had het nog niet uitgerekend. Ben ik actief werkzaam in of vlakbij de autobranche. Mm-hmm. Waarbij ik eigenlijk vanaf de opleiding die ik genoten heb, de hogere economische school, de autowereld in te gaan. Die wens die heb ik kunnen invullen door na mijn verplichte diensttijd werkzaam te worden bij de importeur van Mitsubishi, toen nog bekend als de gestaalde perfectie, werd geïmporteerd door een privé-importeur. Daar waren er toen nog 5 van. Is er nog eentje van over, dat is Pon als privé-importeur. Lauwman, dat klopt. Maar dan hebben we het wel zo ongeveer gehad. Toen een privé-importeur die sinds 1975 de gestaalde perfectie naar Nederland importeerde. En daar kon ik vlak na de start gaan beginnen op de marketingafdeling. En met de kennis die ik opgedaan had, heb ik daar heerlijk mijn ei kunnen leggen. Ja, maar Boudewijn, als ik daar gelijk op mag inhaken. Nou hebben we de afgelopen tijd de nieuws gehad dat Mitsubishi ermee stopt. Wat heeft dat nou bij jou gedaan? Dat doet zeer. Ja. Alleen het is een histoire se répète. Want er is al vaker een periode geweest dat het met het merk Mitsubishi niet goed ging. Nee. Veel afhankelijk geweest van Chrysler vroeger. Ja. Daarna een vrijage met Mercedes-Benz, Daimler, die niet geweldig is afgelopen. Samenwerking met Volvo in Born bij Netcar, waarvan we allemaal weten dat dat beëindigd werd. Ja. Toch eigenlijk een schitterend merk Mitsubishi, maar erg technisch gedreven, technisch georiënteerd. Ja. Waardoor het gevoel met de markt nog wel eens verloren raakt. Er kan ook wel eens een lucky shot zijn. Denk even aan de Outlander PHEV, die op het juiste moment kwam, fiscaal geredeneerd. En die het merk even een boost heeft gegeven. Maar helaas moet ik constateren dat het merk dreigt te verdwijnen van de Europese markt. Ja. Zitten ze nu wel in de goede, in de goede alliantie? Dat vind ik lastig om te beoordelen. Het is goed dat ze deel uitmaken van een grotere groep. Maar ze zijn de kleinste van de 3 partijen. En ik hoop dat ze zich kunnen specialiseren in datgene waar ze goed in zijn. In de markten waar ze goed in zijn. En dat is Oceanië, dat is Azië. En misschien nog een paar plekken over de wereld, maar niet in Europa op dit moment. Nee. Maar goed, je bent daar begonnen bij een privé-importeur. De gestaalde perfectie, wat je al zei. En daar heb je alles een beetje doorlopen, denk ik, hè? Ja, ik heb daar de reclameafdeling een jaar lang leiding mogen geven. Totdat ik mezelf rijp achtte om de buitendienst in te gaan. Dealers enthousiast te maken en te motiveren voor het verkopen van de auto's. Dealers werven maakte toen nog deel uit van de activiteiten. Dus ik heb toen na een jaar ben ik district manager geworden in Zuidoost-Nederland, Limburg, Oost-Brabant, een stukje Gelderland. Dat betekende wel veel kilometers rijden, ook veel overnachten, wat toen nog gebruikelijk was. Uiteindelijk heb ik andere rayons in het land mogen bedienen.
Heb jij Zwolle ook gehad? Want mijn opa, die reed in Mitsubishi Galant van Theo Spaai. Ja. Uiteindelijk heb ik alle dealers wel een keer bezocht. Ja. Waar het ook niet dat ik na een tussenstapje op de marketingafdeling opnieuw als marketingmanager daarna hoofdverkoop buitendienst ben geworden. En in die hoedanigheid heb ik alle dealers uiteraard bezocht in Nederland. Nou ja, ik ken ze nog steeds die het niet doen. Die niet wat doen? Alle dealers bezoeken. Ik ken nog steeds verkoopdirecteuren bij importeurs die niet alle dealers hebben bezocht. Nou, bij mij staat altijd bovenaan het contact met de dealers. Dat zijn de mannen, bedrijven die je moet motiveren. Ja. Waar je mee aan tafel zit, als het moet, met het mes op tafel. Maar na afloop altijd met elkaar een biertje drinken. Ja. Want je moet samen er doorheen in goede tijden en in minder goede tijden. Ja. Dat is altijd mijn credo geweest. Mm-hmm. En ik ben er trots op dat ik dat heb kunnen doen tot het laatste moment. Ook in tijden dat het minder ging. Ja, en toen ben je verkoopdirecteur geworden, denk ik. Hè? Ja, toen ben ik commercieel directeur geworden. Verantwoordelijk voor en sales en marketing, mm-hmm. Inkoop. Alles wat ermee te maken had. Dat heb ik gedurende 5 jaar gedaan. Ja. 1994 kreeg ik een uitnodiging om een nieuw avontuur te gaan beginnen. Dat spreekt mij aan. Een nieuw Koreaans merk op de Benelux-markt importeren. Een merk wat volledig onbekend was. Daewoo. En waarom was dat onbekend? Ze maakten al heel veel auto's, maar die werden allemaal als Opel of als GM-brand gebouwd en geëxporteerd. Daewoo wilde snel de Europese markt veroveren. En we kregen de kans om met ruime middelen te werken aan de naamsbekendheid. Want Daewoo was misschien bekend als aanbieder van wasmachines en tv's. Ja. Kleine tv's toen nog. Dus er moest echt iets gebeuren om bekend te maken dat zij een grote fabrikant waren van automobielen al jarenlang. Ja. Met de nodige ervaring. Als jij even het slokje koffie neemt, dan kijk, want in 94, 95 was ik ook echt in die markt al aanwezig. In die zin dat het me bewust was. Hè? Met Sang-Yong destijds, met Koreanen toen Daewoo op de markt kwam. En ik kan me nog heel goed voorstellen, het was een grote sedan en het was een kadetachtig, hè, waarmee je kwam. Ja, de Nexia, dat was dan de kadetachtige. Ja. Met die verstande dat die standaard uitgerust was met zaken die bij Opel als optie alleen verkrijgbaar waren. Airconditioning of? Airconditioning, stuurbekrachtiging en een airbag. Okay. In de stuur. Ja, 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 ja. Dat zat allemaal mooi, standaard in de prijs. Ja, ja. En ik had opdracht gekregen van de directeur van Opel Nederland om nooit de naam Opel te noemen. Ja. In combinatie met Daewoo. Maar dat hoefde ik ook niet. Want dat was genoeg. Het publiek, toenmalige koperspubliek, zei zelf dat het Opels waren, kadets waren. En dan rijker gespecificeerd tegen een scherpe prijs. Ja. Dus dat was booming. Maar wat was je opdracht van die Koreanen? Wat vertelde ze je, wat moest je bewerkstelligen in de Benelux? Heel opmerkelijk. Ieder land kreeg een aangesteld directeur die naar eigen goedvinden, wel met toestemming van Korea, maar naar eigen idee het land moest gaan bedienen. Met als opdracht: behaal het eerste jaar, 1995, 1% marktaandeel. En dat was natuurlijk, dat is nogal wat, schier onmogelijk. Want voor die tijd was alleen Mitsubishi erin geslaagd om ooit in 1 jaar een stijging mee te maken die vergelijkbaar was met het neerzetten van een nieuw merk in Nederland van die 1%. Mijn uitgangspunt was: ik doe het met zelfstandig ondernemers die ervoor vechten om dat merk lokaal onder de aandacht te krijgen en te verkopen. Uh-huh. Anders dan in Engeland, waar mijn collega kennelijk een hekel had aan dealers en besloot om eigen verkoopvestigingen in het hele land neer te zetten met eigen verkooppersoneel die op een andere manier de klant benaderde. Dat zag ik niet zitten. Hij wel, hij heeft het gedaan. Ik heb het gedaan. Hier hadden we 1,17% marktaandeel. En in Engeland is dat toen in ieder geval niet gelukt. Werkte je toen ook volgens mij met bekende Nederlanders die jij zo'n apparaat gaf of niet? We hebben alles gedaan op marketinggebied samen met onze mensen die zeer gedreven waren bij Daewoo Motor Benelux.
Wat was nou het gekste wat je gedaan hebt? We hebben met salesambassadeurs gewerkt. Dat waren mensen die de auto niet konden betalen, maar wel konden financieren. En die kregen dan van onze financiering. En voor iedere auto die zij in hun netwerk verkochten, konden ze een korting krijgen op de te betalen som uiteindelijk van 1000 gulden, als ik mij wel herinner. Per keer? Per auto die zij verkochten, ja. Dus het kon hard gaan? Dat kon hard gaan. Alleen ja, de grip op die ambassadeurs, dat was lastig. Yeah. Je had ze niet aan een touwtje. En uiteindelijk hebben we gezegd van nou, we gaan ze extern financieren. Uh-huh. En we stoppen ermee. Soms moet je wat proberen. We hebben met taxatieteams gewerkt in het land. Spraakmakend. Hoe was dat dan? Hoe ging dat dan in zijn werk? We hadden studenten ingehuurd. Yeah. Ongeveer 80. Die hebben we een sales training gegeven. En met name hoe zij op straat potentiële inruilauto's op een Daewoo gingen taxeren. Met het boekje in de handen. Kijken naar het bouwjaar aan de hand van het kenteken. En dan op een stuk papier invullen wat de inruilwaarde was van die auto. Mm-hmm. Bij aanschaf van een nieuwe Daewoo. Dat daar vanwege die actie nog een extra bonusje aan vast zat. Uh-huh. En ga maar los met teams van 4 man het hele land in. En dat was bij de supermarkten of overal waar auto's kwamen, parkeergarages. Overal op plekken waar het ook niet toegestaan was. Uh-huh. Maar waar mensen zelfs naar de taxatieteams toekwamen van: wil je mijn auto ook taxeren? Heb je ook boetes gehad ervoor? Ja. Ja, we hebben boetes gehad. Omdat het team soms de plek niet wilde verlaten. Okay. Of dat er te veel rommel op straat lag. Nou, dan zorgden we later wel weer dat het opgeruimd werd. Maar geweldige actie. Nou, vooral als dat de jongens niet weg willen. Dat staat mij wel aan, zeg maar. Hè? Want dan willen ze ook wel graag. Waren het overigens boetes als een normale boete of een economisch delictboete? Nee hoor, nee, dat viel allemaal erg mee uiteindelijk. Okay. Viel allemaal erg mee. Ja. Maar het was wel daardoor spraakmakend. Ja. Er werd letterlijk over gesproken. Ja. Ja. En hoe viel dat bij de andere importeurs? Niet altijd leuk gevonden. Maar ja, zo werkt dat nou eenmaal. Ja. Er is de een die het bedenkt en de andere denken van ja, dat had ik ook kunnen bedenken. Ja, ja. En niet gedaan. En niet gedaan. Nee. En dat heb je 2,5 jaar gedaan, geloof ik, volgens mij. Hè? Wat was je grootste marktaandeel in jouw tijd? 1,17? Of? Nee hoor, we hebben een hoger marktaandeel gehad jaren daarna. Want er werden meer auto's aan het gamma toegevoegd. De Matisse die kwam, de Leganza. Vooral het busje ook, hè? Het busje was spotgoedkoop, hè? Die MPV. Hoe heet dat ding ook alweer? Ja, dat is een hele goeie. Dat ben ik kwijt. Dat was overigens alweer na mijn tijd. Het was een hele mooie aanbieding. Waardoor ook weer heel veel dealers zich aanmelden. Ja. Die het merk wilden vertegenwoordigen. Ja. Uiteindelijk is het ook... Kreeg je ook nog een Corando en een Moes, hoor. Daar waren wij niet zo blij mee. Maar, klopt. Maar wij wel. In ieder geval, ik ben daar na 2,5 jaar weggegaan. Ja. En ik ben toen teruggegaan. Waarom? Ik heb daar 2,5 jaar tropenjaren gehad. Ja, als ik foto's uit die tijd zie, dan ben ik jaloers. Hoe ik er toen uitzag en hoe ik er nu uitzie met wat corona-kilo's. geweldige tijd gehad. Ja. Maar uiteindelijk toch vanwege een conflict met mijn Koreaanse superieur... Ja. Ben ik gezwicht voor de uitnodiging van het nieuwe Mitsubishi-importeur. Fabrieksimporteur Mitsubishi Motor Sales Nederland. Oké, dat werd van een privé-importeur naar een fabrieksimporteur. Ja, die is in 1997 geswitcht naar fabrieksimporteur. Was dat al normaal bij Mitsubishi? Of? Nee, dat was het eerste land in Europa waar afscheid genomen werd van een privé-importeur. En een eigen vestiging geopend werd. En daar... waren ze op zoek naar een commercieel directeur... Uh-huh. Die met name in de eerste jaren als opdracht had... het model Charisma, wat met Volvo samen op de band bij Netcar in Born gebouwd werd. Omdat in grote aantallen te vermarkten. En daarvoor was natuurlijk wel een herintroductie nodig. Want hij was in 1995 geïntroduceerd door... Hartnibbig en Greven, die toen al wisten dat het contract af zou lopen. Dus de introductie is gedaan, maar hield niet over.
Dus we hebben toen in goed overleg besloten om een nieuwe introductie te doen. Ga er maar aan staan. En op een zaterdagochtend, ik zal het nooit vergeten, hebben we met 4 man de Charisma Poster actie bedacht. En wat was nou, want op het moment dat je mensen vraagt die op dat moment nog in de automotive werkten, iedereen kent de posteractie. Iedereen. He, dat was denk ik een van de meest innovatieve, meest spraakmakende marketingcampagnes ooit van een auto. Met alle respect, een hele saaie auto. He, die er ooit geweest is. Wat hebben jullie bedacht? Hoe zat het in elkaar? Ja, nou, de gedachte was heel simpel. We moeten eerst zorgen dat Nederland weet wat Charisma is. Dat dat een acceptabel model is in de middenklasse, in het CD-segment. Wat prijstechnisch interessant is en wat in Nederland gebouwd wordt. Dat was toen zeker een voordeel, want er deden veel berichten de ronde over het dumpen van auto's vanuit Japan op de Europese markt. Uh-huh. En hier was sprake van een product wat in Nederland gebouwd was. Ja. Dus goed was voor de Nederlandse economie. Dus A, we beginnen met de merkbekendheid van het model Charisma. Niet zozeer verkopen, dat was niet de doelstelling. Want als je voldoende merkbekendheid hebt, dan komt de verkoop daarna vanzelf. Ja, en om heel eerlijk te zijn, de actie is een beetje uit de hand gelopen. We hadden een berekening gemaakt dat we ongeveer 8 auto's zouden moeten uitdelen in Nederland op basis van een sweepstake. Wat is een sweepstake? Een sweepstake, dat is dat je een aantal, in dit geval auto's, ter beschikking stelt. Dat waren er 80, omdat Mitsubishi in dat jaar 80 jaar bestond. Mm-hmm. Je moet een kapstok hebben, per slot van rekening. En toen, we hadden eigenlijk op basis van kengetallen bepaald dat 10% van de gezinshuishoudingen in Nederland die poster zou ophangen en dus zou meedingen naar een van die auto's. Ja. Dat zou in theorie betekenen 10% van 80 is 8 auto's. Zo kwamen we erop. Alleen het liep uit de hand. Waardoor liep het uit de hand? De actie werd onregelmatig verklaard door de Telegraaf op de voorpagina dat het in strijd zou zijn met de wet. En of dus de Telegraaf heb je een handje geholpen? De Telegraaf heeft ons een handje geholpen. Dat was op woensdag. Ik zal het nooit vergeten. Ik zat met radioverslaggevers, met tv-camera's op mijn kantoor te vertellen dat de actie wel degelijk legaal was. Een notaris had de 80 adressen van tevoren at random bepaald. En die zou vervolgens ook op die zaterdag alle 80 adressen langsgaan. Dat heeft hij ook gedaan. Om te kijken of de poster daadwerkelijk opgehangen was. Ja. Toen bleek dat in 40% van de gezinshuishoudingen, dus 40 op de 100 huishoudingen, die poster hing. Ja. En dat er ook 40%, 32 auto's uiteindelijk uitgedeeld zijn. Ja. Aan de gelukkige winnaars. Nou, daar hadden we nog een mooie campagne met André van Duin op losgelaten. Ja. Charisma. En dat was geholpen door de free publicity. Ja. Ik moest nog bij een of ander programma, hoe noem je dat? Een soort actualiteitenprogramma verschijnen. Ja. 'S avonds, waarin eerst brandpunt. Een soort van brandpunt. Eerst werd de commercial volledig getoond. Ja. Zonder dat geld kostte. Ja. Dat is natuurlijk geweldig. En vervolgens mocht ik opnieuw gaan vertellen dat de actie legaal was. Ja. En heeft dat uiteindelijk geresulteerd in meer charisma's? Ja, dat heeft er toe geleid dat we de aantallen die we ons ten doel hadden gesteld voor het jaar 97, 98, 99, dat we die gehaald hadden. Dan kan je zeggen, dus het is niet succesvol geweest. Alleen die doelstelling die was aanzienlijk hoger dan de markt normaal gesproken zou absorberen van dit model. Ja, het is namelijk geen Volkswagen. Het is geen Volkswagen. Het was een Charisma. Goede auto in 2 uitvoeringen, sedan en een hatchback. Ja. Maar niet heel spannend. Normale marktvraag zou zijn in het tweede, derde jaar 1%. En wij hadden de opdracht om 2,5% te draaien. En dat is gelukt. En kwam dat puur omdat het in Nederland ook gebouwd was, dat die doelstelling zo hoog was? Of was het meer van, ze hebben al een probleem om 100.000 van die dingen te maken en ze moeten toch ergens de weg op? Ja, geholpen door het feit dat er 100.000 gebouwd moesten worden. Moesten worden. Ja. En die niet naar Italië gingen bijvoorbeeld. De Italiaanse importeur vond het geen mooie auto, dus besloot om hem niet te verkopen. Nee. Nou, als zelfstandig importeur kon je dat besluiten.
De Duitse markt liep achter. Eigenlijk alle landen liepen achter. Dus dan, waar moet je dan de oplossing vinden? Ja. In je eigen land, waar je het zelf voor het zeggen hebt als importbedrijf. Ja. Ja. En dat was Nederland. Ja. Om het goede voorbeeld te laten zien. Ja, precies. En dat hebben we gedaan. En dus dat heeft je ook ontiegelijk op de kaart ook gezet na het Daewoo-verhaal. Want ja, dat is ook een succes. Dan heb je een klein uitstapje gemaakt, denk ik, naar Subaru. Hè, waar we het net over hadden in ons vorige gesprek. En daarna ben je eens met Juffermans gaan doen. Wat was dat dan weer? Ja, nou Juffermans, Kees Juffermans. En niet te vergeten Sandra, die had ik al leren kennen in de Charisma-tijd. Toen de dealers zich vol hadden gekocht aan inruilauto's. Mm-hmm. En eigenlijk dat mijn grootste struikelblok was om die vele aantallen nieuwe auto's te verkopen. Heeft Kees Juffermans met zijn uitgedachte actie het doelgericht mailen op potentiële gegadigden, eigenaren van een gebruikt gekochte auto die daar al 2, 3, 4 jaar in rondreden, om die specifiek uit te nodigen voor een show waar 150 auto's stonden. Mm-hmm. Begon toen met allerlei merken die ingeruild waren op de Charisma. Die shows die waren heel succesvol. En vervolgens is die gaan uitrollen naar ook andere merken en ook andere dealers. Het was dus eigenlijk specifiek. De Charisma heeft ook zeg maar een spin-off gehad in dat verhaal. Feitelijk wel. Want ja. Voor de Mitsubishi dealers heeft Kees toen de eerste Occasion Festivals georganiseerd. Mm-hmm. In het land. Met mm-hmm. heel veel succes. Ja. En ik was zoekende naar een leuke activiteit, marketing gericht. En we hebben elkaar gevonden, Kees en ik. Kees was goed in de occasions, ik was goed in de nieuwe auto's. Waar hetzelfde trucje toegepast kon worden uh-huh. voor het verkopen van nieuwe auto's. Ja. Het targeten van doelgroepen, heel gericht, uh-huh. zichtbaar een voorstel doen met een taxatiemailing bijvoorbeeld. Ja. Dat je al kon zien wat het toe te betalen bedrag was. Uh-huh. Met nog een extra aanbod erbij, dat werkte fantastisch. Die soort van campagnes die zijn we gaan professionaliseren later nog. En we hebben in samenwerking met een databedrijf hebben we toen de Google Street View mailing gedaan. Yeah. Waarbij wij eerst een selectie maakten van de adressen van mensen die in de doelgroep auto reden die we wilden inruilen. Uh-huh. En dan vervolgens daar de foto ingeplakt van de auto voor de woning van de potentiële koper. Uh-huh. Dat betekende dat de potentiële koper die kreeg een schitterende foto van de voorkant van zijn huis, van de voordeur, met daarin de nieuwe auto geparkeerd. Waarom werkte dat zo goed? Ja, omdat het zo sterk gepersonaliseerd was dat ja, je kreeg hoe dan ook de aandacht. Ja. En dat leidt altijd tot een reactie. En buiten het hele AVG-verhaal, privacy-verhaal en dergelijke, als we dat even terzijde nemen. Als je kijkt anno nu 2020, we krijgen niet zoveel post meer. Hè? Zou dat nog steeds, als het zou mogen, goed werken? Ik ben ervan overtuigd dat dat nog steeds werkt. Zeker nu, omdat ja, je krijgt geen post meer. Nee. Dus als je dan een keer een aanbod krijgt wat echt getarget is op jou als doelgroep. Mm-hmm. Dan maakt dat je warm. Ja. En natuurlijk ben je gevoelig voor wat er online gebeurt. Natuurlijk. Ja. Maar je hebt maar één ding wat je wilt. Dat is aandacht. Daar begint het mee. Ja. Nou ja, aandacht, dan een gesprek, dan de afspraak, dan de auto. Hè? Ja, en je komt niet van de eerste naar de andere. Toen heb je het succesvol ondergebracht bij een partner van je die er nu nog steeds mee werkt. Voornamelijk in de occasions, heb ik begrepen, bij de universele. Daarna ben je ook nog iets gaan doen met fietsen. Laten we ook maar even, want anders ja, zijn we over een uur nog aan het praten, Boudewijn. Maar daarna heb je iets gedaan waarvan ik zeg van joh, klopt dat wel of niet? In die zin qua stelling. En jij stelt de vraag, of de stelling eigenlijk op LinkedIn laatst, over 5 jaar geen dealers meer. Hoe kom je er in hemelsnaam bij? Want dat zeggen we eigenlijk, als ik hem even mag voorbereiden. Laten we eerlijk zijn, we zeggen al 20 jaar hel en verdoemenis spreken we uit over de dealer, want internet zal alles veranderen. 20 jaar later verkopen we nog steeds die dingen gewoon fysiek. Ja. Waarom nu wel? Steeds meer collega's gebruiken Used Car Controller.
Taxeren, calculeren, publiceren of auto's verhandelen met je persoonlijke handelsplatform? Met één abonnement geeft Used Car Controller je controle over alle kritische gebruikte autoprocessen. Zo maakt Used Car Controller je tot de beste in je vak. Findio is de merkonafhankelijke automotive partner. Findio is er voor uw klanten en u. Zo kunt u zorgeloos ondernemen en uw rendement verbeteren. Uw online leads opvolgen binnen 30 seconden? Dat kan met Coldrip. Vraag direct een demo aan. Ja, het is een industrie die al 100 jaar bestaat. En een distributiepatroon wat 100 jaar bestaat, wat geld heeft opgeleverd en wat iedereen kende als normaal. Mm-hmm. Internet is erbij gekomen. Dat heeft 25 jaar geduurd voordat het ook in de autobranche echt voet aan de grond heeft gekregen. Yeah. Breed, laat ik het zo zeggen. En wat we nu zien is een nieuwe ontwikkeling en die is ook verklaarbaar. Dat er fabrikanten zijn die over de hoofden van de dealers heen direct zich naar de eindgebruiker richten online. Ja. En die dealer eigenlijk niet meer nodig hebben. Het mooiste voorbeeld is Tesla, die daar 10 jaar geleden mee begonnen is en heel succesvol mee is. Maar die hebben geen dealers. Die hebben geen dealers, dat klopt. Die hebben ze ook niet nodig. Kijk, als je als blanco sheet mag beginnen, stel je voor Mitsubishi is nu weg en Mitsubishi is weer, die zegt, joh, we beginnen toch wel weer opnieuw. Europa is toch een fantastische markt. Blanco sheet. Dan hoef je misschien niet met dealers te beginnen. Dat snap ik. Maar je hebt natuurlijk een historie, een geschiedenis, contracten en dergelijke. Dus je komt niet zomaar van de dealers af. Alleen het punt wat ik wil maken is wat heel veel OEM's vergeten. Internet is geen wondermiddel. Ja, op het moment dat je de auto's voor de helft verkoopt, dan kun je net zo goed een faxapparaat zetten. Dan zeg je, joh, ik accepteer alleen maar orders via het fax. Dan vindt iemand ook nog in de wereld 2020 een faxapparaat. Maar het internet is nooit een wondermiddel geweest, maar een middel om op schaal met mensen te communiceren. Waarom zou het wel lukken? Omdat het publiek ondertussen gewend is om online te bestellen. Mm-hmm. Een pak suiker, de boodschappen, de dagelijkse boodschappen, tot kleding, tot schoenen, tot brillen. Alles wat voor onmogelijk werd gehouden is nu mogelijk. En ja. Het blijkt ook dat je online heel goed auto's kunt verkopen. Eens. Alleen doen we het al niet al 10, 15 jaar. Oftewel, wordt er al niet heel veel gebruikte auto's verkocht, volledig online door middel van e-mailconversaties, WhatsApp-conversaties. En waarbij alleen de fysieke transactie, de aflevering, plaatsvindt. Is dat ook niet een online verkoop? Dat ben ik helemaal met je eens. Alleen, wat nog niet gebruikelijk is, is dat men ook het laatste stukje online doet. Dat is gewoon de auto echt kopen. Met als groot voordeel dat je een proefrit kunt maken van 2 weken. Ja, maar goed, is dat dan zeg maar de definitie van online verkoop dat alles digitaal moet, terwijl de aflevering altijd een fysieke component is? Ja, hè? Maar daar hebben we gezien hoe Tesla dat heeft opgelost in de haven, in nu? De weer en wind. En de consumenten rijden fluitend weg, want ze zijn trots op hun auto die ze in bezit hebben kunnen nemen. Eens, maar de financiële component is daar zo groot. Denk je ook dat ze ermee wegkwamen op het moment dat het voor dezelfde prijs is ten opzichte van ieder ander? Een kwestie van tijd. Ik ben ervan overtuigd dat er een nieuwe generatie auto's op komst is van merken die we nog helemaal niet kennen. Dan met name uit China en de Verenigde Staten. En ik heb me daar eens wat op verdiept. Heb jij enig idee, Paul, hoeveel fabrikanten er op dit moment in China elektrische voertuigen bouwen? Geen flauw idee. Geen flauw idee. Nou, ik heb me laten vertellen dat er op dit moment meer dan 400 zijn. Mm-hmm. Fabrikanten die bezig zijn met het bouwen van elektrische voertuigen. Ik heb een uitdraai gemaakt. En die kan ik jullie helaas niet laten zien. Maar ik heb hier 83 fabrikanten, met name toenaam, die op dit moment bezig zijn om auto's te bouwen. Mm-hmm. Elektrische auto's. Elektrische auto's. Zoals Quanzhun, Gion, Haima, Hanteng, Hawai, Tai, Hongqing, Horki. Ja, dat soort namen. Dat klopt. Maar wat daar ook tussen zit is Polestar. Ja. En dat is een heel interessante ontwikkeling. Polestar is onderdeel van Geely. Geely is eigenaar van Volvo, van Polestar, van
Link & Co., een merk wat er ook aan zit te komen naar de Europese markt. Biden gaat er aankomen. Er komen echt heel veel auto's naar ons toe. Nou, we hebben dat de afgelopen 10 jaar ook al gehoord. Hè? Diverse dingen zijn gestruikeld. Ja. In een vroeg stadium, in een later stadium. Ja. Waarom zou het nu wel lukken? Dat is een normaal fenomeen. Als een markt nieuw geopend wordt, dan moet er altijd eerst iemand op struikelen en de volgende die pikt het op. We hebben dat in de online wereld ook gezien. Ik ben de naam kwijt van de Hives. Nou, Hives is een voorbeeld, zeker. Maar ook in de online wereld, daar is toen jaren geleden iemand mee begonnen om auto's te verkopen. Dat is uiteindelijk is dat naar Engeland verdwenen. Auto by Tell bedoel je? Auto by Tell, ja, en zelfs nog de voorganger daarvan. De voorganger, daar komen we later misschien nog wel op. Maar heb je het nou, als je het over Polestar hebt, hè, heb je dan daar niet het voorbeeld van jouw markt, van jouw vakgebied marketing, dat het maakt eigenlijk niet uit waar het vandaan komt. Het gaat er veel meer om hoe je het laat, hoe je het heet. Heeft het een herkenning? Net zoals met MG. Ja. Het is natuurlijk een Chinese auto, een Chinese hok, maar plak er een Europees merk op tussen haakjes en je kunt de markt krijgen. Nou, sterker nog, je kunt daar een hele mooie markt in Europa gewoon naar je toe halen. Ja. Het grote voordeel voor de OEM is dat hij beheerst de hele keten. Ja. Van begin tot eind. Dat betekent ook dat hij de dealermarge zelf ter beschikking heeft. Dan praat je toch over 10, 12, 13 procent. Ja. Dat zijn centjes die hard nodig zijn om de markt te veroveren. Mm-hmm. Ze hebben grip op de manier waarop het product gecommuniceerd wordt. Ja. Even als voorbeeld Polestar. Ik ben in een van de spaces wezen kijken hoe dat eruit ziet in Leidschendam. Er is er een in Rotterdam, er komt er een in Amsterdam. Eindhoven is ook al operationeel. Dat ziet er gewoon geweldig uit. Ja. En het gaat dan niet zozeer om de space, het gaat om de auto. Ja. Nou, ik heb daar mensen letterlijk horen zeggen, dit is een Volvo. Ja. A, qua looks. B, qua kwaliteit, bouwkwaliteit. En ja, dan maakt het niet uit waar of die auto gebouwd wordt. Nee. En dat geldt ook voor alle andere producten die er gaan komen vanuit China. Mm-hmm. En dat zal misschien nog wel een paar jaar qua acceptatie duren. Maar het gaat gewoon gebeuren. Ja. Van de andere kant weten we ook dat de Europese merken ook bezig zijn om online hun auto's te gaan verkopen direct naar de eindgebruiker. Waarbij de dealers een vergoeding krijgen voor het afleveren, fysiek afleveren van de auto. Ja, maar ik heb daar nog nooit een goed voorbeeld van gezien waarbij dat lukt. Gaat wel komen. In die zin van op het moment, hè, bij de Volvo, onder andere de XC90 T8 Hybrid toen die net uitkwam. Die kon alleen maar online worden besteld. Dus wat gebeurt er? Klanten willen zo'n auto, gaan naar de dealer. Die zeggen, ik kan hem niet bestellen, maar dan moeten we samen online doen. En samen online vullen ze het formulier in. Maar dat is dan toch geen online verkoop. Ben ik helemaal met je eens. Maar het is wel een voorloper. Ja. De consument moet er ook klaar voor zijn. Ja, en vergeet niet, de gemiddelde autokoper van een nieuwe auto in Nederland, particulier, is 55 plus. Ja, en het is raar, hè, om uit mijn mond misschien te horen, weet je wel, dat ik er een beetje aversie tegen heb, want dat heb ik absoluut niet. Hè. De markt bepaalt. Hè. De markt disciplineert ons allemaal. Als de markt linksaf gaat, dan kunnen we rechtsaf willen, maar dan gaan we toch echt linksaf. De klant, privately, zie je het al. In die zin, als je kijkt naar die online verkoop, is voornamelijk online gedreven. En de klant interesseert het werkelijk niet of het nou een Citroën C1 is, of een Peugeot 108 is, of een Aygo is. En daar heb je de voorlopers al. Alleen waar ik keer op keer op terugkom, op het moment dat het product offline voor dezelfde geld te koop is, heeft online geen kans. Ja. Tenzij het split, dan moet je keuzes maken. Ja. En dan kan het natuurlijk wel. Ja. Ja, helemaal mee eens. Maar het zal even zijn tijd nodig hebben. Want het grote probleem waar de bestaande fabrikanten, de bekende fabrikanten mee dealen, is dat ze nog dealerorganisaties hebben. Dat ze een rijdend wagenpark hebben. Dat ze nog auto's moeten bouwen met een benzine- of een dieselmotor. Ja. Maar ze gaan toch uiteindelijk allemaal die kant van de elektrische auto's op. Waterstof niet? Mijn persoonlijke visie is dat waterstof niet de oplossing is voor het personenautovervoer. Misschien wel voor het zware vrachtverkeer. Maar voor personenvervoer is de totale uitstoot van productie
tot en met gebruik op de weg toch vele malen groter dan bij elektrische auto's. Als je het op eerlijke manier appels met appels vergelijkt. En vergelijk je dan ook een eerlijke manier wat er in die mijnen in Afrika gebeurt? Ja, dat is een punt van aanpak. Toevallig las ik vanochtend dat Tesla vanaf 2022 geen batterijen meer bouwt waar kobalt in zit. Daar schijnen zij de oplossing voor gevonden te hebben. Ja. Ook in Nederland is er een ontwikkeling van een nieuwe accu. Die zonder kobalt meer volume heeft. Mm-hmm. Meer dichtheid heeft dan we op dit moment met traditionele accu's kennen. Ja. Ben je daarom ook een cursus gaan doen EV? Ik ben zelf 2 jaar geleden begonnen met het rijden in een elektrische auto. Een Nissan Leaf, 40 kW voor de kenners. Nismo, het is echt Nismo, specifiek bijna. Ja, Nismo uitvoering. Het moet toch even iets lekkerder zijn als standaard. Nismo staat voor Nissan Motorsport, dus hij ziet er wat sportiever uit. Ik heb me daar van tevoren goed ingelezen, zoals dat heet. Ik heb een boek gekocht, De Elektrische Auto. Mm-hmm. En in 1 adem uitgelezen en tot de conclusie gekomen dat het voor mij een onbekende wereld is. Ik heb vroeger nooit iets met elektriciteit gehad. Ik snapte er niks van. Ohms en amperes en watts en kilowatts. En in april dit jaar kom ik via LinkedIn in aanraking met een nieuwe cursus EV-specialist. Ja. Gecertificeerd door In Serious Business. Ja. Een bekende van mij, Maarten Bos. Ja. Ik heb me voor die cursus ingeschreven. Ik heb 3 schitterende dagen gehad waarin ik alles geleerd heb op het gebied van berekenen van laadvermogens, laadtijden, alles wat ermee te maken heeft. Maar ook op het gebied van fiscaliteit, van afschrijvingprocedures als een Kia en een Mia, lokale subsidieregelingen en tot ontdekking gekomen dat daar voor een aantal dealers die nu nog een merk hebben, dat daar de toekomst ligt om zich in te specialiseren. Mm-hmm. Dus word aanbieder van elektrische voertuigen. Denk vooral ook aan bestelwagens en vrachtwagens. Daar ligt een gigantische markt. Waarom? Omdat in de meeste steden binnenkort het niet meer toegestaan is om met een benzine- of dieselmotor binnen de ring te komen. Voorbeeld Amsterdam 2030. Eindhoven 2025, mind you, dat is over 4,5 jaar, mag je daar niet meer met een benzine- of dieselauto de ring in. Kan alleen nog elektrisch. Het gaat dus om die last mile. En Amsterdam doet dat ook met de cruiseschepen of niet meer op het Centraal Station laten afmeren? Dat lijkt me verstandig. Overigens zag ik wel dat er nu ook elektrische rondvaartboten omgebouwd zijn. Jawel, maar als je kijkt naar die grote schepen, die stoten zo ontiegelijk vanuit. Dan gaan we met die auto's nooit redden. Nee, dat ben ik met je eens. Maar goed, dat is politiek. Waar het mij om gaat, is dat er enorme mogelijkheden voor die partijen die zich echt De kennis van de elektrische auto's, alles wat ermee te maken heeft, zich eigen maken. En dat betekent dat je moet trainen. Je personeel, je management. Je moet specialiseren in het oplossen van mobiliteitsproblemen gericht op de toekomst, waarin we allemaal elektrisch gaan rijden. Ja. En daar zie ik toekomst in voor die bedrijven die zich daar een specialiteit van maken. En er zijn voorbeelden van. Zonder meer. Mijn oude buurman Gerrit Boks gaat nu eindelijk, zeg maar, dat gedeelte naast zijn winkel waar hij nooit iets heeft kunnen doen wat echt werkte, een elektriciteitsplatform bouwen met alleen maar elektrische auto's. Dus ik hoop van gans harte dat dat een groot succes wordt. Maar je zegt over 5 jaar geen dealers meer, omdat mensen OEM's prefereren om dat direct met de eindgebruiker te kunnen doen, zodat ze meer controle hebben over die funnel. Eigenlijk een beetje het Apple-idee, hè? De hele funnel willen beheersen. Ja. Dan heeft dat consequentie voor de dealers dat ze geen merken meer vertegenwoordigen, zeker geen nieuw verkoop kunnen doen. Dat kunnen ze oplossen door zich meer te specialiseren op EV's. Aan de andere kant zeg je ook van aftersales heeft er ook wel een functie in. Maar dat zou je misschien beter met ketens kunnen doen. Maar daar heb je ook een oplossing voor gevonden. Ja, dat is een andere tak waar ik op dit moment mee bezig ben. Dat is het helpen van merkendealers bij het oriënteren op en het juiste keuze maken van aansluiten bij een aftersales formule.
Er zijn er 40 van in Nederland. Een woud aan formules. Echt veel, hè? Echt veel. Daarvan zijn er overigens 20 echt publiekelijk toegankelijk voor autobedrijven. Want er zijn bijvoorbeeld ook gespecialiseerde bandenbedrijven of glasbedrijven. Ja, ja. Die tel ik dan maar even niet mee voor het gemak. En die 20, ja, die zijn er in alle soorten en maten. Ja. Bijna alle 20 zijn opgericht vanuit de grossiersorganisaties. Die, en dat moet je nooit vergeten bij de keuze van een formule, als doel hebben het veiligstellen van de verkoop van hun onderdelen. Ja. En ja, daar wordt heel actief aan gewerkt om zoveel mogelijk dealers aan te sluiten bij de formules. Waar het ons om gaat is dat er een goede mix komt, een goede match moet ik zeggen, van de dealer die zich aansluit bij de formule waar hij ook iets aan heeft. Maar zeg maar de formule wat jullie gemaakt hebben, moet ik dan een vragenlijst invullen wat de formule is die bij me past vanuit mijn DNA, vanuit mijn geschiedenis, vanuit mijn ondernemerschap? Of moet ik dat zien? Want anders zeg ik, ja, ik ben fan van vakgarage. Je wordt allemaal vakgarage, maar zo werkt het dus niet. Nee, nou, je slaat de spijker op de kop. In de praktijk gaat het zo dat men voelt dat men zich moet aansluiten bij een formule. Mm-hmm. En nodigt dan de meest bekende uit, want die hebben het meest aan de weg getimmerd. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat dat een gelukkig huwelijk kan worden. Want je moet uiteindelijk een probleem oplossen. Anders hoef je je niet aan te sluiten. Nee. Dus je moet je eerst afvragen, wat is het probleem dat ik wil oplossen met een formule? Is dat bijvoorbeeld technische ondersteuning? Of is dat een organisatorische kwestie? Of vaak marketing ook, hè? In 8 van de 10 gevallen maak ik mee dat er behoefte is aan marketingondersteuning. Ja. Dat is wat altijd uit handen werd genomen van het dealerbedrijf door de importeur. Die zorgde voor campagnes, lokaal. Maar Boudewijn, dat is eigenlijk frappant, hè? Als we het daarover hebben. Jij bent de marketeer in hart en nieren. He, je hebt altijd in dat vakgebied gewerkt. Je hebt de transitie meegemaakt van traditioneel naar digitaal. En nu naar tradigitaal. Of de traditionele digitale manier. Waarom hebben we, namelijk het... De probleem wat die dealers, ex-dealers dan meemaken, is natuurlijk niet nieuw. Want welke importeur doet nu wel op een goede manier marketing voor de aftersales? Het hangt er toch overal maar een beetje bij marketingtechnisch. Ja, laat staan dat er marketingtechnisch iets gebeurt voor andere merken in jouw werkplaats als je Opel dealer bent of Volkswagen dealer. Ja, maar wat zou er gebeuren op het moment dat je de marketing van vakgarage, als ik die als voorbeeld pak, zeg maar, doet bij een Opel dealer specifiek op Opel? Mm-hmm. Met dezelfde budgetten, met dezelfde expertise, met dezelfde mindset. Dan ga je toch elke Opel in je werkplaats krijgen die je ooit verloren bent in jouw vakgebied. Dan ga je in ieder geval ook de auto's naar je toe krijgen die ouder zijn dan 3 jaar. Ja, toch? Ja, helemaal mee eens. Alleen, wij vinden van de formulekiezer.nl een platform waar je 10 vragen moet invullen om een eerste oriëntatie te krijgen van welke formule het beste bij jou past. Is die onafhankelijk? Onafhankelijk, 100%. Wordt niet betaald aan de achterkant door Boscar Service om het allemaal naar Boscar Service te laten leiden? We zijn volledig onafhankelijk en dat is ook ons bestaansrecht. Ja, kan en ik me voorstellen. Daar laten we ons ook niet doorleiden door wie of wat dan ook. Nee. Het is een eerlijk advies, maar een basisadvies. We noemen dat een oriëntatie. En natuurlijk zijn wij in staat met alle kennis die we hebben over alle formules. We kennen alle ins en outs. En met name ook, wat krijg je nu voor die maandfee die je betaalt? Ja. En voor die omzetfee en voor die entreefee? Want als je in gesprek gaat, de verhalen zijn altijd schitterend natuurlijk. Maar de praktijk bewijst of een formule aansluit bij jouw behoefte. Maar verkoop je dan een soort consultancy daarna dat je de dealer of de ondernemer begeleidt met de beste keuze voor de beste keten op het moment dat hij de beslissing heeft om met een keten in zee te gaan? Zo simpel is het. Ja. We zijn adviseurs. Dat doe ik samen met mijn collega Nico Treur. Ja. Gepokt en gemazeld in de after sales en in de formulewereld. En samen kunnen wij de dealer begeleiden bij het vinden van de juiste partner. En als het nodig is, daar ook nog scholing op loslaten. Want vergeet niet, een universele klant moet anders bediend worden dan een merkklant. Een merkklant, die kun je
makkelijk een nieuwe waterpomp verkopen als het nodig is. Een universele klant moet je kijken of je een gebruikte, gereviseerde kunt verkopen. Even als simpel voorbeeld. En dat is een andere mindset, met name aan de balie, bij de adviesfunctie van de receptionist. Ja. Nou, Boudewijn, nou is dit al, als ik kijk naar de klok, by far de langste podcast die ik heb gedaan. En dat is helemaal niet erg, want ik vond het een eer dat je er was. Maar ik heb nog één laatste vraag. Als mensen meer willen weten over die vreselijke elektrische auto's, of wat ze over 5 jaar zouden moeten doen als ze nu dealer zijn, of als ze toch in de markt zijn voor een formule, hoe komen ze dan het beste met jou in contact? Heel gemakkelijk, LinkedIn. Uh-huh. Daar ben ik uiteraard goed vindbaar onder de naam Boudewijn Vinson. Zullen er wel niet veel zijn, denk ik. Ik heb nog wel een neef die vindbaar is, maar die heeft daar niks mee te maken. Nee, nee. En online via de formulekiezer.nl, daar kunnen de geïnteresseerden ook met mij in contact treden. Oké. Okay. Boudewijn, het was me een eer en genoeg dat je er was. Fijn dat je de moeite hebt willen nemen om naar Ede te komen, naar onze podcaststudio. Uiteraard hebben we volgende week weer een nieuwe aflevering, een nieuwe gast, zelfde missie, de online automotive beter maken. Dank jullie wel. Dankjewel voor het luisteren naar wederom een aflevering van onze podcast met de missie om de online automotive beter te maken. Waardeert u onze podcast? Abonneer dan snel via onder andere iTunes, Spotify of SoundCloud. Actief delen op LinkedIn of Facebook? Dat waarderen wij graag. Evenals een review op iTunes. De podcast van Paul wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende partners: Marktplaats, Coldrip, Vindio, Used Car Controller en Tweedehands.be.